daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier voor de doop van een nieuwe zware of hier is op 2 zonder. En dat dopen dat ga ik niet zelf doen. Dat gaat een persoon doen. Deze persoon is voorgedragen door het 65e bestuur, het vorige bestuur. Ik moet eerlijk bekennen dat ik toen de tijd nog niet van die naam gehoord had. Wat denk ik? Is dat nou heel erg? Volgens mij niet, want in de 66 jaar dat we bestaan hebben we heel veel mensen gehad die zich ontzettend hard hebben ingezet voor deze vereniging. Daarom kun je denk ik niet iedereen kennen. Maar toch ga je dan even een beetje research doen. Een beetje opzoeken wat die persoon nou gedaan heeft. Nou, deze persoon is zo'n 14 jaar lid geweest. Nou, dat is al een redelijke prestatie waard. Vervolgens heeft hij het eerste jaar zwaar gedaan. Bravo. Best freshman. Daarmee ook het klassement gewonnen. Bravo. Vervolgens bij de AAB een verenigingsrecord neergezet. Bravo. Meerdere roeiers naar het WK geholpen. Sinds zijn Chantal gecoacht. En daarnaast denkt hij nog steeds mee over het coachen van Proothuis. En dan denk ik toch wel als voorzitter van nou, deze persoon die verdient wel een plekje in de lood. Met zijn naam op een hele mooie gele 2. Ja, daar wil ik hem graag aankondigen. Groene Bolleboek. Ik weet nog goed dat ik lid werd. Heel lang geleden. We zaten nog daar in het kruidhuis. En dat was heel mooi. Het waren mooie tijden. Toen waren de mannen van staal, de vloeren van hout en de douches koud. En ik heb daar een mooi eerste jaar gehad. Goede start van mijn roeikeer. En ik ben ook blij dat het ongeveer de helft en, van wat ik altijd heel mooi vind aan Proothuis of aan de roeivereniging, maar Proothuis in het bijzonder, is dat er maar één ding is wat ons allemaal bindt. En dat is roeien. En roeien is eigenlijk een hele simpele beweging. En toch kun je daar uren aan besteden om dat steeds beter te kunnen. En het mooie ook aan roeien is dat het zoveel aspecten heeft dat iedereen zijn eigen ding daaruit kan halen. Roeien, coachen, wedstrijd organiseren, commissie doen, bestuur doen. Nou ja, je kan het materiaal onderhouden, je kan het zo gek bedenken. En ik heb me altijd gefocust op één ding. En dat was eigenlijk eerst hard roeien, of proberen hard te roeien. En toen ik daarmee klaar was, heb ik me gefocust op goed coachen. En focus is heel makkelijk, want dat maakt het leven simpel, overzichtelijk. En je hoeft er maar één ding te doen. En ja, daar heb je je focus op. Het eerste jaar was heel makkelijk. Je hebt 8 lelijke mannen, een houten boot. En je roeit heel hard van start naar finish. Dat doe je zo hard dat je dan 15 jaar lang het eerstejaarsrecord mag hebben in een houten boot. Ik heb een tijdje zware mannen gecoacht. Jasper Bouwmeester, die is nu in Australië, dus je kon er niet bij zijn. En Bart Senesser, die is ook aanwezig vanavond, zag ik. Precies. En die heb ik een tijdje gecoacht. En ik irriteerde me eigenlijk altijd aan dat ze zo lui, laks overkwamen. Dat is wel vrij frustrerend als een coach, dat je denkt van hey, je moet veel doen, maar ze waren altijd vrij ontspannen. En dat was eerst irritant, tot ik erachter kwam dat zij zich niet druk maakten over dingen waar je niks aan kan doen, zelf. En als je dat niet doet, hou je een heleboel energie over om die te steken in dingen die je wel kan beïnvloeden. En dat was ook weer een wijze les voor mij om mee te nemen in mijn andere coachjaren. Doe wat je zelf kan doen en laat je niet afleiden door andere dingen. Ik heb nog 2 jaar Chantal en Sietke gecoacht. En van hun heb ik geleerd dat als je iets heel leuk vindt en je doet dat zonder compromissen, volledig, 100%, dan kun je daar oneindig veel plezier aan beleven. En dat is denk ik ook een goede les om als je iets doet, coachen of roeien of iets anders, dat je dat gewoon met veel plezier en oneindige inzet en zonder compromissen doet, dan heb je er veel meer plezier van. En wat ik ook van Sietske heb geleerd, en dat komt vandaag een beetje van pas, is dat als het regent, dan kun je daar chagrijnig van worden. Maar je kan ook je kraag openzetten en door elke plas fietsen, en dan wordt de regen een stuk leuker van. Naast dat je dus van iedereen kan leren, kun je ook zelf nadenken over wat je beter kan doen. En ik heb 2 jaar met Judith van Os gecoacht, jullie wel bekend. En waren we altijd op zoek naar hoe kun je nou beter coachen en hoe kun je een ploeg nou beter laten groeien. En we hebben heel veel dingen bedacht en hebben heel veel dingen toegepast. En het belangrijkste is dat hebben we niet zelf bedacht helaas, maar het wel geperfectioneerd. Dat is de volgen in de mand theorie. Nou mooi. Ik ben blij om te horen dat er nog mensen zijn die dat ook nog kennen. Nou, hey. Jij maar geleerd, joh.
Oh. Ja, goed onthouden. Bij de volg in de mand theorie is dat je het doel is de vogel moet in de mand. Dat kun je op twee manieren doen. Je kan de vogel doodslaan, in de mand leggen en dan is hij in de mand. Of je kan de vogel vertellen dat er lekker zaadje in de mand liggen die hij lekker vindt. Dan kan hij die en dan gaat hij naar de mand toe. Dan heb je een blije vogel en heb je ook je doel bereikt. En zo is het met roeien ook. Je kan als coach kun je de roeier doodslaan met je plan en dan zeggen dat hij dat moet doen. Of je kan vragen wat hij zelf wil bereiken, waarom hij roeit. En dan samen een plan bedenken om dat doel te bereiken. En dan heb je een blije vogel, blije roeier. En heb je nog meer plezier ook onderweg. Dat is belangrijk. En ik denk dat dat in lessen die ik ook nu nog dagelijks of wekelijks in mijn, gewoon bij mijn werk en bij de bedrijfsvoering van ons bedrijf probeer toe te passen. Lukt niet altijd, soms wel. Maar dat kan ik nog elke dag meenemen, zeg maar, die coachlessen. Ik denk ook dat het voor een vereniging kan gelden dat als je bedenkt wat je wil bereiken als vereniging, dat je dat dan met z'n allen kan gaan doen. Blijven streven om beter te worden. Omdat je het zelf wil en dat je dat op onze eigen manier doet. Bij Protus doen we het altijd anders dan andere verenigingen. Omdat we heel goed een probleem kunnen analyseren als ingenieurs. Goede oplossing kunnen verzinnen en dat dan heel goed kunnen toepassen. Ik denk dat je dat moet blijven doen. Beter worden. Ik wil nog een kleine goede raad geven. Die heb ik niet zelf bedacht, maar bij mijn coaches mij geleerd. Wedstrijden winnen doe je hier op de Schie. In de winter als het koud en vies en nat weer is. Of op de ergometer. Wedstrijden moet je uiteindelijk varen op de Bosman, winnen doe je hier op de Schie. Hier moet je trainen nu, morgen, volgende week. Focus op vandaag en morgen. En ik denk dat je dan in die winter dat verschil kan maken. Nu was ik zaterdag hier om te coachen. En dat was heel leuk. Ik was even vergeten hoe leuk het was. Ik heb echt enorm genoten dat ik weer met een ploeg langs de kant en probeer het beter te worden. Toen heb ik ook de boot al even bestudeerd. En hij is heel mooi. Ze is heel mooi. Dat ben ik blij dat jullie zo'n mooie boot hebben aangeschaft. Ik heb alleen, viel maar één dingetje op. En nu heb ik voor de commissaris materieel een potje blauwe textielverf. misschien dat je daar. En voordat we overgaan tot het officiële deel, wil ik de roeisters die de boot gaan voorroeien even introduceren. Ik ben enorm vereerd dat zij mijn boot willen voorslaan voor roeien. En ik denk dat het niet eerder is voorgekomen dat er een boot is voorgeslagen door alleen maar Olympische kampioenen. Ik heb altijd veel plezier gehad aan het coach Francisco en Chantal en ze volgen met wat ze aan het doen zijn en doen waren. En ik ook een hartelijk applaus dat zij mijn boot willen voorroeien. Jeroen Guldemond en wens ik u in behouden vaart. Staat erop.
Zo, daar waren we bang voor. Ja, die lucht. Dat je dan opeens kijkt of zo. Ik denk dat de mensen die mijn kleren naar binnen hebben gebracht ook niet goed. Ja, precies.